Iedereen in Zuid-Holland veilig op weg, iedereen elke dag weer veilig thuis. Dat willen we allemaal. In een speciale themaweek vragen de samenwerkende overheden in Zuid-Holland en al hun partners je aandacht voor veilig verkeer. En vandaag begint gelijk met een stevig debat over verkeersveiligheid. Hoe belangrijk is het dat dit debat wordt georganiseerd? Ja, heel belangrijk. Deze doelgroep van 12 tot 18 jaar is de meest risicovolle groep. Dit zijn ook die het meest afgeleid worden in het verkeer. Dus ja, het is heel belangrijk dat we dat debat op die manier doen. En dat ze dus alert worden in het verkeer en snappen wat er gebeurt. Wat is jouw oproep aan verkeersdeelnemers in deze regio en daarbuiten? Ja, blijf gefocust. Zorg dat je naald niet wordt afgeleid. Leg dat mobieltje weg. Stop het in je rugzak. Hier op het eiland hebben we heel veel landbouwvoertuigen die rondrijden. Die gaan ook naar het akkerland en weer terug. Ja, dat zijn voertuigen waar je niet meer in aanraking wil komen. Dus zorg dat je actief deelneemt aan het verkeer en oplet. Hoe deden ze het vandaag? Ja, ontzettend goed. Ze waren heel actief, heel veel positieve energie en dat was heel erg fijn. En wat ik heel erg fijn vond is dat ze met hele goede argumenten kwamen. Dat ze steeds bewuster waren van hun rol in het verkeer. En dat is iets wat we heel erg willen benadrukken. Ik ben in Oud-Beierland. Hier leren scholieren wat het effect is op je alertheid in het verkeer als je wordt afgeleid door je mobiele telefoon of het luisteren van muziek. Hoe belangrijk is dit project? Nou, we weten dat 75% van de leerlingen die gebruikt de telefoon wel eens op de fiets. En daarnaast weten ze ook dat 80% van de ongelukken de afleiding komt. En de telefoon is eigenlijk een van de grootste bronnen van afleiding. Dus ik denk dat die cijfers eigenlijk wel aantonen dat het een heel belangrijk project is. Hoe vond je het? Ja, het is wel heel schokkend dat er zoveel ongelukken gebeuren door telefoon in het verkeer. En wat ga je na vandaag nu anders doen? Ik denk dat ik probeer minder op mijn telefoon te zitten. Ik luister wel altijd muziek op mijn telefoon, dus ik ga niet uitzetten, maar wel mijn 4G, dat ik minder afgeleid raak. Ik denk dat de telefoon inmiddels zo belangrijk is dat we niet willen dat jongeren hun telefoon helemaal nooit meer gebruiken, maar gebruik hem niet in het verkeer. Dus heb je echt je telefoon nodig, ga even snel langs de kant van de weg staan en gebruik hem eventjes op die manier en doe het dus niet terwijl je aan het fietsen bent. Verkeersopvoeding begint al bij peuters. Ze pikken het namelijk snel op, dus het is belangrijk om er vroeg bij te zijn. Waarom doen jullie mee met dit project? Wij vinden het een heel goed initiatief om jonge kinderen ook al bewust te maken van de gevaren in het verkeer. We gebruiken de peuterkist. Daar zit van alles in, allerlei materialen. Dan kunnen we zeg maar spelende wijze met de kinderen daar al oefeningen mee doen. En heb je een tip voor ouders? Wat kunnen ze nu al doen? Het leren oversteken, daar al bewust mee bezig zijn met links en rechts en eerst stoppen voordat je de straat oversteekt. En zelf het goede voorbeeld geven. Morgen zijn we in Den Haag. Daar wordt stilgestaan bij dodelijke ongevallen in het verkeer. Samen met jou maken we een punt van nul verkeersslachtoffers.